Ik heb voor jullie vandaag een mini-shoplog. Ik ben naar Hema, Kruidvat en Veritas geweest. En ik wou jullie gewoon laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb één fashion item gekocht. En voor de rest allemaal make-up. Dus laten we snel beginnen. Als eerste heb ik deze struik gekocht bij Veritas. Ik ben gewoon zo verslaafd aan strikken. Ze maken elke outfit zo schattig. En gewoon met verschillende haarstijlen en inklikken. En het is zo gebeurd. Het was maar 2 euro, dus ik kon hem absoluut niet laten liggen. Dus dat is deze. Dan over naar de make-up. Als eerste bij Kruidvat heb ik een nieuwe BB cream van Gosh gekocht. Ik had deze al. Die heb ik bij jullie al heel veel voorbij zien komen in mijn tutorials. Ik vind hem heel goed. Hij werkt fijn. En hij is de perfecte kleur voor mijn gezicht. Dus ik heb mijn is bijna op, dus ik heb een nieuwe gekocht. Ook kocht ik bij Kruidvat een Smooth Skin Perfecting Primer. Hier was ik al zo lang naar op zoek. En bij Kruidvat kwam ik me gewoon tegen bij van het merk NYC. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe deze het gaat doen. Moesten jullie nog niet weten wat het is, een primer. Het is voor onder je foundation en het zou ervoor moeten zorgen dat je foundation de hele dag blijft zitten zoals het hoort. Dus ik ben heel erg benieuwd. En het is de kleur 684. Dus dat is deze. Ook kocht ik bij Kruidvat de Rimmel Apocalypse Lip Lacquer in de kleur 101, sorry, Celestial. Het is een soort, hoe zal ik het zeggen, nude roze kleur. Ik vond hem echt mooi. In het zwartje. Dat is deze. Ik vind hem, hij is echt, ik vind het echt een mooie kleur. Dus ik ben heel benieuwd hoe deze het op mijn lippen gaat doen. En als laatste kocht ik bij Kruidvat de limited edition. Deze komt uit de limited edition van Catrice uit de Celtica collection. Het is een multicolor highlighter in de kleur C01 Far and Beyond. En ik vind hem echt zo mooi. Al die verschillende kleuren zijn zo. Ik denk echt dat hij zo mooi gaat staan. En ik ook bij alle huidtypes ofzo en zo. Ja. Ik ben echt heel benieuwd naar deze. En er zit ook een klein spiegeltje bij. Dus deze. En als laatste ben ik naar Hema geweest. En daar heb ik 3 dingen gekocht. Als eerste de eyebrow gel. Ik had nog geen. En ik was echt ook al lang op zoek naar een goedkope eyebrow gel. En ik hoop dat deze... Zo goedkoop was deze eigenlijk niet. Daarna ging ik naar Kruidvat. Ik was eerst naar Hema geweest en dan naar Kruidvat. En kwam ik bij Kruidvat van Catrice een nog goedkopere eyebrow gel tegen. Maar ik had deze al. Dus ik dacht, laten we eerst even deze proberen. Doet deze het goed? Dan heb ik zeker en vast geen miskoop gedaan. Ik had nog geen. En ik wou er echt één. Dus ik kwam deze tegen en ik nam deze mee. Ook heb ik een moisturizing lipgloss gekocht in een perzik oud roze kleur. Het
is de kleur 301. Ik vind het zo stom dat bij HEMA heeft gewoon geen enkel product een naam volgens mij. Het is gewoon zoveel leuker met een naam. Maar ja, het is nu eenmaal zo. De kleur sprak mij echt wel direct aan. Ja. Ik ga hem even laten zien. Dit is deze. Oep. Oep. Ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Een perzikachtige kleur, oud roos. Ik ben heel benieuwd naar deze. En als laatste kocht ik ook bij HEMA een mono eyeshadow. In de kleur 305. Ik had nog geen enkele matte oogschaduw in mijn stash. Dus ik vond het wel tijd voor één. En ik kwam deze tegen bij HEMA. Niet al te duur. Dus ik dacht, laten we hem proberen. Het is een donkerbruine kleur. Niet zo heel donker. Maar donker genoeg. En ik ga deze vooral gebruiken in de crease. Dus binnenkort zullen jullie hier nog wel meer over horen. Ik ga deze zeker gebruiken in een van mijn volgende tutorials. Dus ik kan niet wachten. Dus dat was mijn shoplog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei! Ik ga beginnen met het fashion item en dat is deze strik. Ik ben zo verslaafd aan strikken, het is niet normaal. Ze passen gewoon overal bij en ze maken... Ja, ik ga hem gewoon zo veel combineren met verschillende outfits. En hij gaat gewoon... Elke strik